Hortensia, sinds een paar jaar een zeer favoriete snijbloem. Verkrijgbaar het gehele jaar door bijna in allerlei kleuren, maten, ook vormen, dubbele bloemen. Dus erg interessant product om mee te werken. We hebben twee hele mooie rode vazen. En in dit geval zijn het vaasvullingen. Mijn voorkeur gaat uit naar het plaatsen van de bloemen in gewoon direct schoon water. Zodat de houdbaarheid van het product ook op die manier gewaarborgd wordt. We hebben als bijmaterialen beergras, rozenbottels en natuurlijk de hortensia's, wat witte waxflower. De basis van de vaasvullingen, en dat is het voordeel van vaasvullingen, is dat ze altijd heel snel te realiseren zijn. Is gewoon 2,5 bos berengras, maar dan op een andere manier verwerkt. In dit geval op z'n kop. We snijden een stuk, of knippen een stuk van de lelijke onderkant eraf. Mooi recht afknippen. Neem de maat van de vaas ongeveer. Daar knippen we het ook weer af. Om evenheden eruit te verwijderen. Dan steekt u deze gewoon nonchalant in de vaas. Inmiddels ook een tweede bosje voorbereid. Oké, okay. Dat is je basis. Dus 2,5 bos beergras per vaas. Daarin steken we de rozenbottels. Een product wat perfect bij de hortensia past natuurlijk. 5 steel per vaas. Dit schikt u zeg maar rondom in de vaas. Een beetje willekeurig. Het hoeft niet zo perfect in balans te zijn. Bosje nummer 2. En qua houdbaarheid zijn de producten ook op elkaar afgestemd. De rozenbottel en de hortensia. En dan plaatsen we de hortensia bloemen als een krans rondom de rozenbottels. En er gaan ongeveer 5 bollen op iedere vaas. Vanuit het midden trek je het boeket een beetje luchtig open, dat het mooi open komt te staan. Gasjes iets naar boven. Als laatste en als fris accent witte wax. En dan meer gecentreerd tussen de rozenbottels, zeg maar. De waxflower goed schoonmaken aan de onderzijde. En ook weer goed schuin afsnijden, want het is een houtachtig steel. En dan gewoon centreren in het midden van het boeket. Dat het er luchtig uitschiet, zeg maar. Zo 3 à 4 takjes is voldoende. En de versiering bestaat uit aluminiumdraad en groene parels. En dat gaan we als volgt verwerken. Kijken. Zo. Dit is even rijgen, een stuk of 12 pareltjes. Dat draai je er weer omheen en tegelijkertijd verdeel je de parels op over de snoer. Het hoeft maar heel lichtjes, dat er gewoon net een accentje in zit van decoratie. De parels kun je helemaal doordraaien, verwijderen, al groeperen. Even mooi rond wegtrekken.
ook weer vastzetten. Gewoon losjes omheen draaien en tegelijkertijd neem je de parels mee. En het aluminiumdraad, dit is een fijnere uitvoering. Vandaar dat de parels er ook makkelijk op te rijgen zijn. Dus als je met decoraties werkt, werk er dan bedachtzaam mee. Niet te veel, gewoon een klein beetje als detail. Dat is voldoende, want de tijd van vlindertjes en paddenstoelen die is echt voorbij. En met maar een kleine decoratievorm, net als deze, toegepast in dit arrangement of in deze twee arrangementen. Met een aluminiumdraad en wat parels, dat is wel toegestaan, vind ik. En verantwoord. En voegt ook iets toe aan het arrangement. Alsjeblieft.